Yo bazen, GameOSim, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag doen we een zieke minigame, want we doen namelijk een overval. Ja jongen, La Casa de Pel in Brawl Stars, we gaan de bank overvallen. Het idee is vrij simpel, je hebt allemaal rode stipjes. Daar staan allemaal colts en dat zijn een soort van de bewakers. En één iemand is 8-bit en die moet proberen alle kisten te openen. In de kisten zitten natuurlijk krachtpunten, maar we zien het voor deze video als geld. En je moet proberen zoveel mogelijk krachtpunten, oftewel geld, te verzamelen. En elke ronde is één nieuw iemand 8-bit. En dan aan het eind kunnen we dan zien wie de meeste krachtpunten heeft verzameld. Ik ga gewoon meteen beginnen. Niet te lang lullen. En gewoon meteen even kijken hoe Shadows het gaat doen. Want de eerste ronde loop ik mee met Shadows. Want elke ronde loopt één iemand mee met de 8-bit. Zodat Diek een beetje ook kan checken hoeveel krachtpunten diegene gaat verzamelen. Dus dat is op zich wel nice. Luca die moet nog even naar zijn plekje. Maar jullie zien hierboven dus die rode stipjes. Daar moeten Colts gaan staan. Daar waar Luca nu staat, daar moet de Colt gaan staan en Shadows moeten zo meteen de kisten gaan openen. Tijdens het spelen snappen jullie zo meteen in elke ronde dus een nieuwe 8-bit. En ik moet dan natuurlijk proberen het record voor Shadows te verbreken. Ja, dat ik meer krachtpunten ga verzamelen. En die bosjes zijn trouwens een soort van shield. In die bosjes mogen de Colts je niet aanvallen. En trouwens, ik was nog helemaal vergeten te zeggen, maar als je zin hebt in deze video, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Zouden we 2000 likes kunnen halen. Zou super tof zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je me willen supporten, gebruik de code BOOS en check BOOS.nl. Op dit moment nog steeds in de aanbieding tot het eind van het jaar. Dus zeker weten, checken waard. Maar Shadows heeft ondertussen 2 krachtpunten. En de Colts die moeten dus op de plek blijven staan. En Shadows die mag dus wel kisten openen. Maar die moet dus hier heel eventjes gaan wachten. Want hij heeft bijna geen levens meer. En dan kan hij zo meteen een andere kant op. Hij gaat al hier naar links. Je hebt verschillende wegen waar je langs kan gaan. En je moet eigenlijk een beetje ontdekken wat nou de snelste route is. Ik ben benieuwd waar Shadows nu langs gaat. Hij gaat voor dit kistje. Hij zit nu in het bosje. Dus hij mag dus nu niet aangevallen worden. Hij heeft niet super veel levens. Maar ja, hij moet even wachten. Oké, nu heeft hij weer genoeg levens. Dan kan hij weer verder. Maar het is dus een tactisch spelletje. En Captain Coolsank die kan hem hier dus ook nog gewoon gaan verdedigen. Dus hij heeft verschillende manieren. En Shadows die kan nu dat kistje hier openen. Dan heeft hij die krachtpunt. En dan heeft hij dit best wel snel gedaan om eerlijk te zijn. Zonder echt heel veel HP te verliezen. Maar je hebt dus aan de zijkant heb je kistjes. En je hebt in het midden kistjes. Je hebt overal kistjes. En je moet dus een beetje de juiste route zien te vinden. Skiwi, Shadows die doet dit wel goed hoor, dit ontwijken. En dan komt hij hier voorbij. Ja, oké, nice. Kiwimpie of zo. En Code Bouw staat daar en Lucky Luca staat hier zo. Die gaat ondertussen dood. Ja, op het moment dat het gif zeg maar hier in het midden zit, dan kan je niet zoveel meer en dan ga je dus sowieso dood als Colt zeide. Shadows heeft er ondertussen 7 en die heeft er 8. 8 krachtpunten heeft Shadows uiteindelijk verzameld. Dus dat moeten we onthouden. Dat moet ik proberen te verbreken zo meteen met mijn 8-bit. En dan zal ik even een mooie skin erbij selecteren. 4 is 8-bit. Dat is wel echt een overval skin hoor. Ja, dat is wel echt er eentje. We doen dat we sneller lopen en dat we levenspunten herstellen als we stilstaan. Dan krijg je iets sneller levens erbij. Gaan we eens kijken of ik de 8 kan behalen. Maar ik vind dit wel echt een zieke map gemaakt door Shadows. Hij heeft hem volgens mij ook heel vaak getest om dit gewoon perfect te maken. Je moet zeg maar proberen het record te berekenen. En eerst dacht ik, kan je dit dan niet beter met een bol doen? Maar het probleem met bol was dat je dan te snel was en dan kreeg je gewoon bijna alle kisten. En met 8-bit moet je echt keuzes gaan maken waar je heen gaat lopen en wat nou de snelste route zou zijn. Dus dan wordt het net iets ingewikkelder, zeg maar. Oké, maar nu is het aan mij de taak. En dan ga ik eens zien of ik de 8 ga halen. Ik denk dat iedereen nu wel op zijn plek staat. Dus ik ga er vandoor. Let's go. Ik ga dan meteen... Zou ik hier... Ik ga naar deze. Ik ga eerst even deze openen. Dat is net zo handig. Hé, er staat daar nog niemand op zijn plek. Waarom staat daar niemand op zijn plek? Ik heb geen idee. Oké, ik ga hier naar onder. Maar dat is een beetje een probleem. Hoe kan ik die kistjes dan... Nou ja, ik ga dan eventjes hier langs. Oké, ik ga deze openen. En dan ga ik hier in een bosje staan. En dan mocht hij me eigenlijk niet aanvallen. Maar hij heeft toch nog een hit gedaan. Oké, Shadows die is ondertussen daar gaan staan. Dus oké, dan moet ik gewoon nu mijn eigen route gaan doen. En dan ga ik eventjes hier langs. En dan kan ik hier eventjes deze openen. En dan krijg ik mooie HP erbij. Ja, top. En dan ga ik hier langs. Oké, top. Dan heb ik die twee kistjes daar laten liggen. Maar dat is dan niet anders. Kunnen we deze openen? Moet hij trouwens even oppassen. Maar ik kan deze nu pakken. Ja. Maar ik moet nog best wel wat kistjes hebben, om eerlijk te zijn. Oké, top. Even mooi ontweken. Hij doet nog wel een paar hits, maar dat maakt niet zoveel uit. Even hier dit kistje openen. En ja, top. En dan gaan we weer verder.
krijg ik weer damage tegen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We moeten hier weer eventjes gaan wachten. 5 krachtpunten. Ik moet zo meteen weer naar het midden gaan. Oké, hier deze openen. En dan gaan we weer verder ondertussen. Ja. Oké. Oh no, daar is ook nog iemand. Wat? Hoe ga ik hier ooit tussenkomen? Oké, ik moet eventjes hier langs. Oké, ik heb nog 2 krachtpunten nodig om Shadow's record te verbreken. Oké. Ik moet hier langs. Dan ga ik hier eventjes staan. Oké, ik sta nu even in de bosjes. Ik overleefde het nog maar net. No, Code Boos, die heeft helaas mijn krachtpunt gepakt. Oh, dit is echt heel erg shit. Dat is heel erg shit. Oké, we kunnen misschien hier nog krachtpunten pakken. Ik kan in ieder geval hier eentje pakken. Dus dat scheelt. En dan kunnen we misschien verder ook nog ergens wat pakken. Hier staat trouwens helemaal geen cold bij. Eigenlijk had ik deze al meteen moeten pakken. Oh, die stond dan aan de andere kant stond die. Ondertussen zijn ze aan het vechten. Maar dat moet helemaal niet. man. Het liep een beetje uit de hand deze. Maar uiteindelijk zit ik op de 8. Ja, er ligt nog een krachtpunt. Maar gaat Flappy die nu pakken? Ah, ze zijn ook omdat er een aantal gekild zijn. Ik weet niet. Ik noem het gelijkspel met Shadows. Ik noem het een gelijkspel. Het is een heel ingewikkelde minigame. Maar hij is wel echt ziek. Doorontwikkeld. Maar het is af en toe wel een beetje pittig om het zeg maar perfect te hebben, deze minigame. Oh, daar gaan we dan. Ik ben nu een bewaker, dus ik moet proberen nu te zorgen dat degene zo min mogelijk zeg maar pakt qua krachtpunten. Ik moest de rode teleport nemen. Ik wil deze eigenlijk. Of nee. Oké, nou ja, dat is dan niet anders. Dan moet ik deze nemen. Want ik wil eigenlijk een beetje in het midden staan, zodat ik een beetje kan zien wat er gebeurt. Maar dat kan ik nu niet. Dus ik moet nu gaan wachten en kijken wat er gebeurt met de 8-bit. Ja, we hebben gewoon even geduld nodig. Oké, ik zie jullie zo meteen wel als er wat gebeurt. Of als de 8-bit hier in de buurt is. Want dat kan misschien nog wel even duren. Ja, ik heb geen idee. Code Bows, die moet zijn plekje nog vinden blijkbaar. Oh, daar is Captain Coolsong. Ja. Oké, hij komt eraan. Oké, nice dat hij gewoon mijn plek als eerste opzoekt. Maar hij heeft nog helemaal geen krachtpunten. Hij heeft nog gewoon helemaal niks. Oké, ik kan nu hits doen, maar nu mag ik geen hits meer doen. Want hij zit nu in het bosje. Dus dan heb ik even geduld nodig. Maar hij kan wel die kist natuurlijk gaan openen. Oké, daar gaat hij de kist nu openen. Dan mag ik hem nu weer aanvallen. Oké, ik heb hem niet dood gekregen. Maar ik heb wel wat damage kunnen doen. En nu is het gewoon wachten. Mijn kist is nu weg. En nu kan ik helemaal niks meer. Maar als hij nu 1 krachtpunt heeft, dan gaat hij never nooit meer mijn record verbreken. Dat kan niet anders. Ja. Oké, ik ga zo meteen even vragen of ik ergens anders kan gaan staan. Want dit is niet heel handig als ik hier zo sta. Want dan ga ik echt meteen dood door het gif. Oké, ik heb nu even afgesproken dat ik een betere teleport heb. Zodat ik net wat beter kan zien wat er gebeurt. Ik neem de gele teleport nu. Kijk, dan kan ik hier deze jump naar beneden nemen. En dan zie ik gewoon best wel veel. Want ik sta hier op een best wel goede positie. Een beetje in het midden. Dus dan heb ik net iets meer een idee wat er allemaal gaande is. Dus let's go! Maar ik zie jullie wel op het moment dat 8-bit hier in de buurt is. En dan ga ik hem kapot schieten. Mijn doel is de 8-bit kapot maken. Want ik ben natuurlijk een beveiliger. Maar ja, dan moet de 8-bit hier natuurlijk eens even gaan komen. Nou, ondertussen gaan de eerste colts al dood door het gif. Maar waar blijft 8-bit? Ik heb geen idee waar 8-bit is. Ik sta hier gewoon een beetje te wachten. En die 8-bit is er nog steeds niet geweest. Waar is die? Lucky, ah, nee! Captain Cool Zan, ik zei altijd Zang, maar het is Sam. Daar ben ik net even op gecorrigeerd. Ja, af en toe kan ik echt geen naam uitspreken, maar dan weet ik dat nu ook. Maar ik weet bijna wel zeker dat de 8-bit niet meer heeft. Hij heeft er nu 4. Oké, nee, dan gaat het hem never nooit lukken om er meer te krijgen dan wat ik had. Dus dat vind ik dat ik het al redelijk had gedaan, om eerlijk te zijn. Want ik ga nu ook dood. Rick kan er nog wel eentje krijgen, namelijk dat kistje, maar dan heeft hij de 5. Ja, meer gaat hij niet krijgen. Ik ga nu helaas dood. Ik heb nog 1 krachtpunt. Nee, dit wordt hem niet. Maar ik heb wel meer krachtpunten gekregen dan Rick. Het is wel echt een tactisch spelletje. Oké, we doen nog 1 potje. En daar kan ik nog wel even vragen of ik nog 1 keer de 8-bit mag zijn. Oké, ik heb afgesproken dat ik nog 1 keer 8-bit ga. Want het is een superleuke minigame. Maar dan wel als 8-bit eigenlijk. Weet je, als Colt. Het gaat ermee door. Maar het is grotendeels gewoon wachten. En af en toe komt de 8-bit helemaal niet bij jouw stukje. En dan heb je er helemaal niks aan. Maar ik ga nu even een andere route doen. Ik ga door het midden. Dan ga ik meteen eerst de kistjes pakken die het makkelijk zijn. Of ik moet juist eerst helemaal via de zijkant. En dan aan het eind de middenste kistjes pakken. Want ja, dat is misschien een betere tactiek. Oké, maar we gaan het proberen. Ik ga kijken of ik mijn record. Ik reken nu 8.
of ik dat kan verbreken. Dat zou mooi zijn. Boom! Oké, daar gaan we. Ik ga heel eventjes wachten en dan kunnen we gaan beginnen. Een beetje wifi lag, dat is altijd irritant. Dus ik hoop dat dit niet te lang gaat duren. En ondertussen heeft één iemand anders gekild. Dat is wel heel erg balen. Oké, nou ja, daar gaan we dan. Nou ben ik benieuwd waar dat is. Die plek waar die andere heeft gekild. Hieronder. Oké, als Shadows hier gaat staan, dat zou top zijn. Ik zal even hier aan gaan staan. En dan kan ik deze openen. En dat is helemaal top. En dan zou ik hier even gaan staan. Oké, moet ik even wachten. En dan krijg ik weer wat levens erbij. Oké, Code Bows is daar. Die staat nu op zijn plekje. Dus dat is top. Wat gaan we doen? Ik moet hier even uitkijken. En dan ga ik dat kistje hier ook proberen te pakken. Dat zou toch even chill zijn. Oh, wacht. Ik zal hier die even pakken. En oh, dan was ik al bijna dood. Oké, ik moet even oppassen. Want anders ga ik dood en dat moeten we ook niet hebben. Oké, dan ga ik. Oké, top. En weet je wat? Ik ga die groene teleporters nemen. Kijken waar ik dan uitkom. Dan kom ik hier bovenuit. Oké. Dit is op zich best wel een goede manier eigenlijk, kom ik nu achter. Dan kan je meteen dit kistje pakken. En dan heb je gewoon geen last van die cult hier zo. En Captain Coolsang, die kan je hier makkelijk ontwijken. Want ik stond net op zijn plek. En ik... Oh no. Ik stond in het bosje. Ik dacht dat ik daar lang kon staan. No, ik ben dood gegaan. Oké, nou, laat maar. Op zich, hij had het wel eerlijk gedaan. Hij had het op zich wel eerlijk gedaan. Captain Coolsang heeft mij gekild. Ai. Dit is weer een klein beetje jammer. Nou, ik vond het wel een super vette minigame van Shadows. Heel ziek gemaakt. Laat even weten in de comments wat jullie ervan vonden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet wat zal dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En dan check Bowser aan mijn kleding op bowser.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bowser Army.